Aan tafel zit Tim Hofman. Tim, even gewoon de administratie, ja. Omdat het... Ach man, ik ben van Marsepein. Dit is de 44e keer, hè, dat je bij ons bent. Wist je dat? Veel, nee. Veel meer dan ik dacht. Ja, ja, ja. We waren team Tim op sommige punten. Ja. En met plezier, hoor. De eerste keer was 21 september 2012. Je was toen social media expert van BNNVARA. Ik had nog nooit van je gehoord. Ik had je ook nog nooit gezien. Het ging over Project X in Haren. Daar hadden wij toen iets mee te maken. Daar zit je. Haren, ja. Ja, Haren. Daarna, jij hebt vaak bij ons gezeten. We komen straks tot de kern van de zaak. Ja. Maar je hebt je natuurlijk heel erg druk gemaakt over het kinderpardon. Met succes. Met succes. Je zat bij ons met Nemmer. Ja. Hoe gaat het met Nemmer eigenlijk? Heel goed. Die heeft echt een leven nu. Oh ja. Een gezin woont in een huis. Ik kan je het voorstellen. Die heeft over 12 jaar niet in een huis gewoond. Nog nooit. Nemmer heeft nog nooit in een volwaardig huis gewoond. Mm-hmm. Vader heeft een baan. Lekker naar school. Nemmer kon natuurlijk geen vrienden maken. Want die moest ieder jaar weg. En nu kan hij vrienden maken. En hij heeft echt een leven. Ja, kijk je mij aan. Maar dat is ook jouw schuld. Dus, nee, dat is niet helemaal. Bedankt daarvoor. We hebben dat samen hier. We waren toen team Tim. Ja. We stonden achter je. Zeker. Een klein stukje dan nog. Ja. Nee, maar ik begreep dat jouw vader en moeder eigenlijk nooit tegelijkertijd slapen. Omdat er altijd eentje op de uitkijk staat. Ja. Dat als er politie komt, wat dan ook, dat jullie snel nog weg kunnen gaan, hè? Ja, altijd. Ja. Hij is eigenlijk een wisselwacht. Wij komen dan met een initiatief en dan kunnen we dat politiek gaan regelen. Dat is het enige wat ik nog... Hoeveel heb je nodig? Het is niet zoveel, 40.000. 40.000. We kunnen dit. Ja. Ja. Okay. 40.000, nou, jij zegt dat het niet zoveel is, maar het is eigenlijk heel veel. Op je vingers uitgeteld wel, ja. Dat is zo, ja. Nemmer, ik hoop je nog vaak te zien. Ja. Hier in Nederland. Hè? Fijn dat je er was. Ja. Weet je eigenlijk hoe lang dat duurde voordat die 40.000 er waren? Weet je dat? Binnen één uitzending was dat... 3 uur. Ja, precies. 3 uur. Ik liep je de deur uit. 3 uur later stond ik in mijn huis. En toen was het gefixt. Ja. Nu over tot de orde van vandaag. Boos is jouw podium. De Boos Anti-Corona-Depressie-podcast is nieuw. Ja. Uiteraard in het leven geroepen vanwege de rare dagen waarin we leven. Ja. De bange dagen een beetje waarin we leven. Wat is het precies? Nou, wij kunnen boos niet maken zoals we het normaal doen. Dus de grote dossiers of de kleine dossiers. En toen zaten we dus vorige week thuis. En toen dacht ik, ja, ik ga dus niet op mijn hol zitten nu. En ik heb ooit... En mijn comeback heb ik hier op de kruk nog gemaakt toen. 3,5 maand, 110 dagen ongeveer thuis gezeten... met eentje met een gebroken kaak en een hersenschudding. Dat een knal gekregen. Ik had klappen gehad van de zoon van de vastgoedmagnaat. En toen heb ik voor mezelf in die tijd dus een protocol opgesteld... waar ik heel blij van werd. Een aantal dingen waar ik vrolijk van werd. Toen dacht ik, ja, ik ga dat gewoon de wereld intrappen. En toen heb ik mijn collega's gebeld. Ik zeg, wij gaan de anti-corona-depressie-podcast maken. Het is ook een beetje schertsende naam, maar dat je in ieder geval up blijft... Als je naar ons luistert, en de eerste uitzending ging bijvoorbeeld over... hoe blijf je nou sane komende tijd? En de tweede was een verhaal uit Afrika waar ik een mooie les uit haalde. En zo gaan we nu tot het niet meer hoeft die podcast maken. Ja, even een klein stukje kijken ook. Ik dacht bij podcast altijd dat is pure audio... maar je kan tegenwoordig een klein cameraatje op jezelf zetten... en dan is het ook weer een klein beetje televisie. Is het nou televisie of radio eigenlijk? Het is podcast. Het is podcast, oké, dat is het antwoord. Even een klein stukje. Ja. Oké, daar gaan we, vrienden en collega's. Een podcast maken, omdat we in fucking quarantaine zitten. Ja, hallo en welkom bij de Boos Anti-Corona Depressie podcast... waar we de luisteraar jou dus in deze vreemde tijden... kan ik toch wel zeggen, gedomineerd door het coronavirus... gaan proberen niet boos, maar blij te maken. Wat bleek, ik had een goede hersenschudding... En daar was ik een week of 4, 5 doorheen gelopen. Dus, zei de huisarts toen, Tim Hofman, met je gezicht, wat jij gaat doen is thuis zitten, ofwel in quarantaine, in je eentje. Laat ik anders vertellen hoe ik dat doorstaan heb en jullie wat tips geven. Hoe is het? Goed met jou. Ja, ik vind het maar vreemd allemaal. Wel hè? Ik hoop dat iedereen gezond zit te luisteren, zo niet, dan hou je taai. Soms wil ik gewoon een kwalletje zijn. Gewoon zo'n zakje fijn en klein. Gewoon geen behoefte aan een brein. Mooi. Wordt dit beluisterd, Tim? Heb je een beetje bekijks? Ja, dit was ingestuurd trouwens. Nou op YouTube nu, want we zetten het ook op ons kanaal, klein 100.000 nu. Wauw. We stormen nu de top 3 in van de podcast overal. Het is fantastisch. Dus ik leg daaruit bijvoorbeeld, je moet iedere ochtend je bed opmaken. Dus ooit een generaal uit de Navy SEALs heeft dat gezegd. Maak iedere dag je bed op, accomplishment 1. Dat had ik voor mezelf ook al besloten toen de tijd. Maak een kalender waar je aftelt. Maak een grafiek voor jezelf met je ups en downs. En ik krijg, ik zweer het je, honderden, zo niet duizenden mensen... die nu
naast hun bed een enorme kalender hebben. Die trots foto's naar me sturen. Ik heb mijn nest opgemaakt, voelt goed. Nog nooit gedaan, weet je wel. Het is echt bizar. Dus en het is happy. Je doet al happy, goede dingen. Ja. Dus je moet, ons streven is, je moet er beter uitkomen dan dat je erin ging. Ja. En in deze tijd is dat volgens mij best wel belangrijk. En ik vind het waanzinnig. Het is gewoon piraat. Ik ben hier nu. Er zijn een paar mensen hier. Ik heb 10 dagen lang vrijwel niemand gezien. Een uurtje, één keer iemand. Mm-hmm. Dat was het. Dan is het wel lekker volgens mij als je gewoon... voor mij is het heel lekker om als een piraat in mijn huiskamer te zitten en dan maar gewoon te gaan. Maar het is volgens mij ook lekker om te horen. Iemand die dat ook doet, die zegt, hey, we komen er wel met z'n allen. Oké. Zit je op je gemak overigens? Ik zit lekker. Jij? Nee, ik zeker. Ja, zeker. Maar ik zit hier al een tijdje. Je moeder. Op Instagram plaats je een foto van je moeder. En leg even uit wie je moeder is, maar vooral wat ze doet. Mag ik de foto's zien, jongens? Ja, mijn moeder die is buddy op de SEH in het ziekenhuis. De spoedeisende hulp. Dus daar komen onder andere mensen binnen die besmet zijn met coronavirus. Ja. En ik heb mijn moeder doet dit werk al 40 jaar. Maar opeens besefte ik me vorige week dat mijn moeder gewoon met al haar collega's, moet ik erbij zeggen, in de frontlinie staat nu van de oorlog die gevoerd wordt daar. En toen dacht ik, holy shit. Mijn moeder wordt ook 60. Die is niet van beton. Bijna, maar niet helemaal. En ik dacht opeens, dit waanzinnige situatie. En ik voelde daar zoveel trots over. Ik heb al 2 keer iets gepost van, pak ze, weet je wel. Maak ze gek daar. Terwijl normaal, mijn moeder belt uit. Die belt vanavond, die zit bij me thuis, weet je wel. Dan is dat het gesprek van de dag. En toen dacht ik, dit is omgekeerd. Ik heb echt staan huilen in mijn woonkamer uit trots voor mijn moeder. Gewoon. Omdat ik dacht, dit zijn de frontlinies. Daar staat ze, 1,63 hoog, Rotterdams. Is ze even aan het doen, weet je wel, met al die mensen. Ja. Het is een ander slag mensen, hè? Verpleging en dokters en artsen, begeleiders. Die bellen juist op om te zeggen, ik zat in pensioen, maar ik wil weer gaan werken. Ja, echt bizar. Het zijn ander soort mensen. En kalm, hè? Ja, kalm. Maar moet er niks wijs te maken nu. Echt niet. Ja, het zijn soldaten gewoon. Ja. En op verjaardag gaat het altijd over jou, altijd over je moeder. Ja. Stel ik me zo voor. Dat is zo. En dat jij nu denkt, nou ja, god, in welke wereld leef ik eigenlijk? Wel. Dus ik ga ook met die podcast, ik ga ook even bellen binnenkort. Ik ga haar komende tijd niet zien. Mm-hmm. Dat kan ook niet, want ze werkt in het ziekenhuis. Dus ik wil ook weten van hoe het gaat. Ik vind het heel fijn met die podcast. Ga ik ook allemaal mensen uit mijn omgeving meenemen. Ik heb een briefje geschreven aan haar. Aan mijn moeder. Je hebt een brief aan je moeder? Brief aan mijn moeder geschreven. Die heb ik ook, die ga ik voorlezen zo. Hier, nu? Ja, eigenlijk wel, ja. Oh, cool. Dus mijn moeder staat in de frontlinie. En ze belde mij net in paniek op. Wat ga je brief aan je moeder voor? Ja, mag het? Of niet? Begin gewoon. Nou, is goed. Oda, mijn moeder. En mijn moeder belde net. Die wist dat ik hier zat. Je gaat godverdomme niet over mij hebben. Maar mijn collega's, dat is goed. Dus voor mijn moeder en alle collega's. Lieve ma, let op. Ik ben 31 en ik zit hier als volwassen man met een volwassen carrière in een volwassen huis, maar voel me meer moederskindje dan in de afgelopen 20 jaar. Ik voel me weer zoon van de onsterfelijke ouder, zoals ik dat zag als klein kind. Niet dat dat verwaterd was, maar het pijl is wel weer aanzienlijk gestegen. Want ma, terwijl ik hier thuis stukjes zit te tikken, een podcast opneem of gewoon wacht tot dit voorbij is, want meer kan en mag ik niet doen, sta jij met je 163 centimeter op je 59ste, bewapend met je kunnen en een mondkapje in de frontlinies in het ziekenhuis mensenlevens te redden. Ik zou willen zeggen met gevaar voor eigen leven. Maar ik besef me ook dat jij en je collega's niet alleen de levens redden van mensen met het coronavirus, maar ook van ieder ander die hulp nodig heeft. Want de maatschappij draait door en waar die de verkeerde kant op draait, geef jij, onder andere jij, weer een zetje de goede kant op. En niet alleen vandaag, maar het hele jaar. In jouw geval al ruim 40 jaar lang, poten in de modder, stront tot aan de ellebogen, zoals je ze mooi op z'n Rotterdams kan zeggen. Maar het gaat op verjaardagen te vaak over mijn werk. En ik geneer me daarvoor, dat zeg ik je eerlijk. En ik weet ook dat je me nu streng wilt toespreken en zeggen dat ik trots moet zijn op wat ik doe of probeer te doen. Maar beloof me dan dat jij nooit meer bescheiden bent over wat jij doet. Want dat hoef jij niet te zijn. Jij niet en al je collega's door het hele land niet. Nooit meer. Loop op verjaardagen alsjeblieft leeg over wat je doet. Maar laat ons weten wat de onschatbare waarde is van jou en je collega's. De volgende keer als ik bij je ben. Ik heb geen idee wanneer. Maar als je me weer op de radio of tv hebt gezien, hoop ik dat ik je niet uit laat praten en vraag of je me alsjeblieft wil vertellen hoe jouw dag op werk was. Maar, mag ik me afmaken? Je bent goed op terecht. Ja. Maar, ik hoor je vaste tekst door mijn hoofd schallen. Als iets in mijn hoofd zit, zit het niet in mijn reet. Zo zeg je dat. Zo doe je dingen, zo leef jij. En dat blijkt, want als ik je deze week app of alles oké is, krijg ik tuurlijk liever het met 3 hartjes terug. Poot in de modder, stront aan de ellebogen. Wat in je hoofd zit, zit niet in je reet. Ook nu niet, in tijden van crisis. Ik wil via deze weg alleen laten weten, 3 hartjes terug.
aan jou en je collega's in Nederland. Veel succes, pak ze, wees voorzichtig, liefst namens mij. En ik gok ook namens iedereen hier aan tafel en iedereen in Nederland. Ik wil het nog even zeggen tegen haar hier. Maar het is niet aan je moeder om het op feestjes of in het publieke debat over zichzelf te hebben. Dat zullen dat soort mensen nooit doen. Het is aan jou en aan jou en aan mij om het over deze mensen te hebben. Dus laten we, als we uit deze crisis komen, deze mensen, zwaar onderbetaalde mensen meestal, op een schild. Dat wij onze stem gebruiken om die het podium te geven. Ja. Want je moeder gaat dat zelf nooit doen. Die gaat het zelf nooit doen. Dus wij moeten dat doen. Bij deze. Bij deze. Ja, Tim, we hadden eigenlijk afgesproken, of niks, we hadden eigenlijk helemaal niks afgesproken, maar we hadden in ieder geval een plannetje, we zouden even met je oma bellen. Maar inmiddels heb je moeder toegesproken. Wordt het te veel van het goede? Of waar? Wat jij wil. Nou ja, oma, met je oma bellen, dat gaat onderdeel uitmaken van je podcast. Ja. Dus ik dacht, nou, dat topt dan een beetje. Krijgen we een soort sneak preview van wat we misschien straks kunnen zien of horen. Oma heeft een iPad. Ja. Britt Dekker heeft zich gisteren sterk gemaakt voor alle ouderen moeten eigenlijk een iPad hebben om contact te kunnen hebben, om te kijken naar andere mensen en daarmee te kunnen praten. Dit is je oma. De iPad doet het niet, begreep ik net. Doet hij het inmiddels wel? De iPad doet het wel, maar de wifi is een beetje een lastig verhaal nog. Okay. Dus die tweetrapsraket is niet... Spreek je oma veel? Geregeld. Nu wekelijks wel, sowieso. Zit ze in een verzorgingstehuis? Nee. Oh, ze woont gewoon... Nee, dat gaan we niet voor elkaar krijgen, ook niet ooit. Oké. Maar ze is zelfredzaam, ze kan de boodschappen doen in deze tijd. Nou ja, dat doet ze nu niet. Want ze mag voor onze deur niet. Is dit de moeder van je moeder eigenlijk? De moeder van mijn vader. Oh, is de moeder van je vader. Oké. Ze hangt aan de telefoon. Heeft het... Zeg maar. Is dat een rare situatie? Oma? Ja, hallo. Hoe gaat het? Ja, nou, het gaat redelijk wel. Ja. Want ik heb natuurlijk pas de operatie ondergaan. En dat gaat allemaal prima. Maar ja, nu nog wachten natuurlijk op de volgende operatie. Dat zal nog wel lang duren. Maar ik wacht rustig af. Ben je bang voor het virus of niet? Wat zeg je? Ben je bang voor het virus? Ja. Want ik ga ook echt de deur niet uit, hoor. En dat ga ik mijn krantje halen, dat is het. En voor de rest kom ik echt niet buiten. Want dat ik ga niet de goden bezoeken om een ziekte erbij te krijgen. Nee. Want lijkt me een beetje eenzaam. Ik heb al genoeg. Ja. Maar je klinkt vrolijk, dat is fijn. Ja, ik vermaak me wel, want ik puzzel graag en ik lees veel. En je moet natuurlijk goed op de hoogte blijven. Dus vandaar elke dag mijn krantje halen. En dan is de dag alweer omgevlogen. Ja. En dan is eens de wereld draait door en weer. Nog een paar dagen. Ik bel je morgen weer eventjes. Gaan we die iPad proberen aan te krijgen? Ja, dat zou wel heel erg leuk zijn. Hè? Ja. Maar we zijn wel een groot worstel geweest, maar dat lukte niet. Dus we zien wel. Is goed. Tot morgen. Ja. Hey, hartstikke leuk. Doei. Goedenavond. Doei. Ja. Dag. Dag. Ik wil dat in die podcast graag ook doen. Ja. Ik wil ook niet alleen voor jonge mensen, maar ook voor ouderen. Die zitten echt in isolatie ook. Keep up the good work. Ja, ik ga het doen. Jij ook. Dankjewel. Ik zie je ergens. Dankjewel. We zien elkaar ergens. Elke dinsdag en donderdag om 4 uur is er een nieuwe podcast van Tim te zien op YouTube en te beluisteren via de podcast app.